We moeten niet alleen kijken naar het geld dat Suriname kan verdienen door behoud van zijn bos. Volgens minister Silvano Tjanahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, moeten landen of organisaties ons niet betalen hiervoor. We moeten als staat juist werken aan het verder uitvoeren van klimaatvraagstukken. Klimaatverandering is namelijk dichterbij dan wij denken. We hebben ons bos niet gekapt zoals andere landen, zoals Brazilië en noem maar op. Dat hebben we niet gedaan en wat dat betreft kunnen wij, we mogen, zeker volgens het Parijsakkoord, mogen we verwachten van de rijke landen die wel vervuilen, dat zij een bijdrage doen aan het behoud van ons bos. Wanneer we dat zo formuleren, dan begrijpt u veel beter hoe we daar tegenaan moeten kijken. En nogmaals, er zijn veel middelen beschikbaar. We krijgen nu enorm veel verzoeken van een heleboel bureaus en bedrijven die allemaal aangeven dat ze ons willen helpen om middelen te verkrijgen. Maar het is niet alleen een kwestie van betalen van iemand die dan geld overmaakt en zegt van hier heb je geld. Nee, het is een kwestie van goede projecten uitvoeren die bijdragen aan het behoud van het milieu. Volgens minister Tjanahing zullen er buitenlanders aangetrokken worden om zijn personeel te trainen. Suriname beschikt niet over voldoende capaciteit om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. In het kader hiervan zal het ministerie van ROM een project uitvoeren dat geraamd is op ruim 1 miljard US dollar. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel alvorens Suriname adequaat weet om te gaan met klimaatverandering. Als de middelen daar liggen en je hebt goede projecten die kunnen worden uitgevoerd, dan zijn de mensen wel bereid om daarvoor te betalen. The sky is the limit voor ons in principe. Er is heel veel geld beschikbaar, maar niet alleen de projecten moet je hebben, je moet ook de capaciteit hebben om die projecten uit te voeren. Ik zei u al, wij komen met een klimaatprogramma van ongeveer 1 miljard US dollar. Maar we weten dat het een uitdaging is om 1 miljard te besteden, op een verstandige manier te besteden.